Wat? Ja. Ja, ijs. Lekker hoor. Gewoon een meterbak hoor. Hé, hey, is dit die 1,50? Hey. Ja? Hoppatee! Heeft je het net gevangen? Ja. Oh, echt? Nee, wow. Deze heb ik bij de visboer gekocht. Er zit er eentje bij. Er zit er eentje bij. Ja, er zit er eentje bij. Ja, nu. Hey, we gaan toch niet vorentjes vissen vandaag, of wel? Nee, groot snoeken. Precies. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe visvideo. We staan hier op een welbekende stek. En we gaan lekker snoeken vandaag. We zijn op dit moment aasvissen aan het vangen. Het is nog vroeg. De dag is net begonnen. De aasvissen die komen rustig binnen. Dit is een mooi formaatje. Centimeter of 14. Dat is een beetje wat je wil, hè? 14, 16. Goeie grootte. Ja, precies. Lucas die zit daar onder de brug vissen te vangen. En als we zometeen een emmertje met aasvisjes hebben, dan gaan we lekker snoeken. Misschien snoekbaarzen. We gaan jullie wat tips geven vandaag. En we gaan natuurlijk hele dikke vissen vangen. In ieder geval wordt het een vet vlog. Ik ben gisteren ook al op de camera. Oh, er komt een trein voorbij. Ik hoor je niet. Gisteren hadden we een cameraman wil zijn werk. Nee. Dus ik ben 2 dagen achter elkaar ga ik achter de lens. Jeetje. Niet normaal. We hebben genoeg aasvissen. En we liggen nu met 5 hengeltjes in. We gaan nog een 6e hengel erbij doen. Met 2 hengels de man zitten we op dit stuk. We beginnen nu even onder de brug. Jullie hadden hier een keertje goed gevangen. Dus goed voor het vertrouwen. Even kijken. Daar ligt een dobber. Daar ligt een dobber. Jij hebt een aasvis hier aan het aandoen. Eens kijken. Woe. Ja, die. Wat? Ja, 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 ja. Ja, hij is. Deze hengel. Rechtstreeks. Thijs. Ja, niet jou, nee, nee. Ik had hem even dieper gelegd voor je. Gelijk mee. Nou, laat het maar eens even zien, meneer. Draai. Anne? Ja, hè? Nou, pak jij het scepnet even, meneer. Geniaal. Snoekbaars? Nee, snoekie. Lekker. Hey. Mooi. Nou, erin net, serieus te vissen en kijk, aasvissen heb je nog joh. Ik kan nog lekker zwaren. We hebben een ander koppel nog. Hopla. Een beetje recht omhoog tillen met het net. Ja, zo ja. Hoppa. Ja, zo. We beginnen groot. We beginnen groot. Ja, dit is wel heel bijzonder. Wij hebben het er net over. Ik start eigenlijk het snoekgedeelte. En meteen beet. We pakken even onze haakmat, want dat is belangrijk als je zo in de stad op de steentjes vist. Ja, leg hem even hier neer. Dat is een beetje licht. Kijk eens aan. Tangetje hebben we even nodig. Altijd belangrijk, even een onthaakmat. Kielgreepje kun je mooi zien. Ah, het valt mee. Hij zit achter een boogie. Ik denk dat je hem zo kan losstikken, in ieder geval niet trekken. We kunnen hem waarschijnlijk wel via de kiel losmaken. Zie je hier de boog? Oh, hij is nu los. En dan hoef ik hem hier alleen nog maar eruit te trekken. Nou maat. Zo vis. Mooi kleintje. Ja, mooi visie. Lekker hoor. Bloedzuiger zit er nog op. Ja joh, eerst eens binnen. Het is, wat zal die zijn? 65, 70. Mooi vis. Jij bent echt een goede visser. Mooi zakje om je hand voor je pleister. Een pleistertje. Ja joh, hier, doe met net. Dan doen we vanuit net even terug. Ja man. Is hij terug? Hij is terug. Lekker man. De eerste snoek is binnen. Daar zijn we blij mee. Top. Hé, hey, Lucas, dat ging wel mooi, hè? Wat was dat? Dat ging wel mooi. Hoe bedoel je? De vis? Ja, dat we zo even filmen en dat je zegt, loopt! Ja, alles staat erop, jongen. Ik zag hem zo ondergaan. Ja, joh. Het is gelukkig dat wij niet 2 meter zijn, anders konden we dit niet doen. Hier vissen? Ja, zonder die brug. Hé, beet? Oh, ik zat vast. Je zit vast, hè? Klinkt goed, die molen. Heerlijk moletje. Het blijft toch altijd leuk, dat dotaatseizoen. Lekker. Winters, goed aankleden, mooi vissen vangen. Ik vind het top. Ik ben ook benieuwd of jullie graag van dood aas houden. Volgens mij weet ik dat wel. Het zijn meestal mijn best bekeken video's. Op een of andere manier is het altijd wel populair dat vissen met zo'n visie.
Nou, we liggen hier weer mooi hoor. Het is een beetje mistig vandaag. Ik heb hier recht van mij, daar ligt een dobber. Daar een beetje op het midden ligt een dobber. Zo vissen we hier lekker rond. Vangen vis. Helemaal top. Zo, twee maanden eraan. Een balletje voor. Ingooien gooi in de stroming. Maak je erbij. En nu het wacht in blazen. Ja, zit er een bij. Een vorentje. Geen Daniel Wijers video zonder eten, hè? Lekker. Eén van twee is pittig, een andere is zoet. Dat zeg je nu. Ja. Ik heb nu de pittige, denk ik. Ja, daar ga je zo achter komen. Lekker. Mara, jij vroeg me met Mif. Wow. Hé, hey, Lucas, ik praat tegen je. Heup. Heb je heup? Lekker, maat. Maar ging je nou misslaan? Daar wil ik het ook niet over hebben. Oké. Okay. Nou, eet smakelijk. Licht gevoelig. Ja, snap ik. We gaan zo nog eentje vangen. Toem, toem. Hoe is het, maat? Goed, met jou ook. Altijd, hè. Kom ik in Amersfoort en dan kom ik deze gek tegen. Ja, man. We zijn er, we zijn er. Lekker. We vinden het gezellig altijd met je, dus... We moeten snel weer even een dagje vissen. Ja, maar sowieso vanavond doen. Even chillen, toch? Ja, 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 sowieso. Ik stel voor dat je bij mij komt eten. Ja. En dan gaan we even wat lekkers eten en dan gaan we even wat... Bekijken, hè? Wat bekijken, ja. Ah, ja, dames en heren. Deze man die gaat een hengelsportzaak beginnen. En hij heeft eigenlijk al, hij heeft bijna alles al binnen. De winkel is er al. De spullen zijn al binnen. Hij moet alleen nu alles gaan opbouwen. En dan begin volgend jaar, dan is het dus vlakbij Amersfoort in... Leusden. In Leusden, ja. Dat is net om de hoek hier zo. Een gloednieuwe, zo, lekker boertje Daniel. Gloednieuwe hengelsportzaak, roofviszaak, gespecialiseerd, super vet. Als die open is, dan gaan we daar sowieso even een vet evenementje doen. We gaan even meet and greet doen met veel mensen, gaan we hier vissen in de stad. Wordt heel erg leuk. Dus daarover hou ik jullie sowieso op de hoogte. Maar ik ben wel excited, man. Ik heb wel zin ja, in die winkel. Man, ik heb er fucking veel zin in ook. Dikke winkel hier in de buurt. Ja, het wordt echt, er komen mooie spullen te liggen. Roofvishockey wordt het, hè? Ja, roofvishockey. Ik ga ook wel wat karper en wat witvis doen. Ja. Maar ja, we hebben alles. Lekker, maat. Ja, man. Dat wordt zo vet. Ja, jongen. Dat wordt onze eigen shit. Oei, joh. Jij kan echt goed werpen, man. Ziek, hè? Ja. Ja, dat is prof. Kijk, veel bass fishermen uit Amerika. Dat ja, is precies. Inspiratiemateriaal. Oh, wow. Moet even een snoek vangen. Een snoek. Die jongens slaat er gewoon net een mis. Hoe kan dat nou weer? Ja, wat een gedoe allemaal. Haal ik eten, loempia's en dan slaan ze vis mis. Wij gaan even weg en het wordt weer opgepot. Ja, weer helemaal chaos is het hier. Ja, dat is jammer. Nee, dat... Kan echt niet. Nee. Kan toch niet, jongens, dat hij gewoon die vis mislaat. Het is gewoon zo zonde weer. Het is zo zonde dat hij die vis mislaat. 1 minute 37 seconds later. Ja, sla maar aan. Hangen. Hebben. Lekker. Grote vis. Nice, gek. Ja, dit is een dikke. We hebben de metermagneet weer mee, hè. Nou, oh, wel een mooie vis. Ja, Tobias, kan je even helpen? Dat is een velsje, jongen. Heb je het gezien? Ja. Wat is dat? Een snoek. Dat is een snoek, meneer. Dat is echt waar? Nee, dat is echt waar. Ja. Heel best, hoor. Ja, hij is niet dik. Hij is wel lang. Nee. Prima. Lucas gaat weg, het gaat gelijk goed. Zo, het haakmarsje natuurlijk mee. Ik ga deze vorige keer ook opvormen, man. Ja? Even kijken. Kijk. 700 tanden hebben ze. Oké. Okay. Ja. Mooi beest, mooi beest. Ja toch. Ja man, lekker hè? Ja, het zijn ze wel hoor. Gaat hij met zijn boterhamzakkie. Kijk dan.
Dikke vis hoor. Toop, kun jij hem eens vanaf hier overpakken? Dan ga ik even naast zitten. Die heb jij gevangen tot aan? Nee. Hij... Nee, maar toen die keer. Ja, die heb ik vorig jaar gevangen. Lekker hoor. Lekker boys. Oh, vis jongen. Hé, hey, deze heb ik bijna zeker weten vorig jaar gevangen. Best buikje ook, hè? Hij is nog gezond, mooi dikke buik. Gaat gauw terug. Goud centimeter terug. Of 90 is hij. Ja, leg hem maar neer, dan down weer het net. Hij is mooi dik hoor. Hij is echt niet nee, maar hij heel hoog is hij ook, hè? Zo, mooi hoog vis. Daar gaat hij. Hij wordt nu boos. Die hadden erop staan. Torpedosnoek. Ja, fucking vet. Nou, nummertje 2 is binnen. Weer voor die vervelende jongen hier zo. Tjonge, jongen. Ben jij vervelend? Ja, hij vangt alleen maar grote altijd. Oh jee. Deze man, ik weet het niet, maar die heeft gewoon patent op grote snoeken. Die kan je er wel bij hebben dus. Vorige keer had hij 1 meter, 1 meter 10. De keer ervoor had hij 1 meter 5. Dat is niet normaal. Nice, beestachtig. Nee, het gaat weer lekker. We hebben een cameraman. Hè? Cameraman. Lekker man. Het is heel erg overbelicht of zo door die... Ja man, door die mist ook. Ja, het ziet er niet uit. Ik zal andere lens erop doen. Hé, hey, lekker maat. Mooi man hè. Hé. Hey. Oh joh, gooit hij hem daar joh. Zo. Nou, lekker. Ik was net dus nog op de instellingen van Alec aan het filmen. Ik heb het nu even aangepast, andere lens erop gedaan. Het beeld ziet nu wat beter uit. We hadden net hier wel dikke snoek. Heel erg blij mee. Kijk, het beeld is nu perfect jongen. Ja. Moet je kijken nu. Dat is vaak zo. Omdat dan dikker op staan zeker. Dat die dan ineens perfect is. Ja, beter. We gaan hier pia. Ja, dit is niks. We gaan hier pleiten, we gaan naar een ander plekje. Beter hè? Beter. Beter hè? Nou, één mooie vis. Ik ga even afscheid nemen van Tobias. Nou, je hebt twee mooie vissen hier. Ja, maar, ja oké, bij de pro. Okay. En we hadden er 3 kunnen hebben. Maestro's. Ga je mee of niet? Of blijf je nog hier? Of ga je... Ja? Ik wil een ander plekje. Ga jij nog mee vissen of ga je er vandoor? Nee, ja? Nee, man. Zeker weten, ja. Echt? Ja, ik vind het wel gezellig. Maar moest je niet aan het werk dan? Nee. Een beetje vervelend zijn als je nu nee zegt op de camera. We moeten... We willen hem eigenlijk... Je mag hem meenemen, hoor. Nee. Ik ben hier gast. Oké. Okay. Ik heb hem wel onder druk gezet, maar ik ga wel mee. Ja? Okay. Ja, ik zal wel wat stenen gooien waar je gaat vissen. Nee, dat gaan we niet doen. Het is hier een beetje doodgevallen. Ja. Nee, beetje, laat het beetje, zijn, want het is een beetje gestorven band is het hier. En het wordt ook lastig gevallen door vervelende jongens. Ja. Ben ik ook echt helemaal klaar mee. Ja. Wat gevangen of niet? Nee. We kunnen straks ook nog naar de jachthaven. Oké. Okay. Wat gezellig hij is dier bij jou ook, hè? Ja, dat je dan meegaat. Ik join jullie gewoon op deze. Het is maar goed als je vriendin, die moet dit natuurlijk niet zien, want die ziet dan dat je de hele dag niks hebt gedaan. Nee, en die weet niet wat ik aan het doen ben, die weet niet waar ik ben. Melk aan het halen ben. Ja. Dat zou het in schat. Nee, is goed, kom. We gaan even knallen. Ja, man. Kassen, ja. Moet je eens even kijken. Er komt een water vanaf hier zo. Niet normaal. Betekent wel dat de snoepbaars lekker actief zijn. We hebben 3 keer beter gehad van de snoepbaars. Onder de brug met een dropshotje met een dood visje eraan. Nou, die kijk, Tobias sloeg dus 2 keer mis. Lucas slaat net zijn lijn door. En hebben we zo nog even een jachthaven ingaan als Tobias terug is. Gaan we even proberen een snoep te vangen. En we vissen eigenlijk gewoon van vandaag weer heel simpel. Ik zal even de montage laten zien waar we vissen. Super eenvoudig. Om te beginnen een klein drechtje, een staaldraadje, een enkele loodkogel van 20 gram, 25 grams dobbertje. Hup. En een stuitje. Thijsje legt hem weer even mooi in, zo strak onder het kantje. Net even uit de stroming. Het zou eigenlijk voor mij de enige plek zijn voor mij om nu een snoek, waar ik nu een snoek zou verwachten. Ja, in de stroming gaat het er niet worden denk ik. Nee, daar is het te koud voor. Hey, maar Lucas die verpest het net gewoon weer hè? Ja, alweer. Hij verpest het alleen maar. Ongelooflijk. Moet ook zomaar snel naar een andere plek, want dit is niks. We zijn zojuist aangekomen op de laatste stek van de dag. We zijn in een mooie haven. Kijk maar even mee. En we zijn hier op het beste moment van de dag, toch? Zou je wel zeggen. Ja. Ja, we hebben nog 1,5 uur licht of zo. Dat is vaak altijd de golden hour, hè. Mooi qua licht. Ik vind die snoek ook fijn. Niet te veel zon meer. Meestal gaan ze dan helemaal los. Ik vind het altijd wel een voordeel. Gewoon verse aasvissen bij je hebben. Levend houden in een emmertje. Als je dan aasvissen hebt aan het eind van de dag en je wil ze teruggooien, kunnen ze nog levend terug. Ik vind het altijd wel beter dan dat je je aasvissen allemaal dood meeneemt. Ik vind het ook in een aantal havens is dat een regel dat je dan je aasvissen op dood moet meenemen. Ik vind dat zo'n onzin. Je weet nooit hoe het gaat. Soms dan vang je niks op een dag. En dan heb ik 10 visjes voor niks doodgemaakt. Vind ik soms. Kijk dan, het ligt er ook weer mooi bij daar zo. Een doppertje. En daar rechts. Je zou zeggen, moet hier nog wel gaan gebeuren. Het is heel stil hier. Het zou wel mooi zijn als we nog echt een dikke snoep vangen. Ik heb nog niks gevangen vandaag. Ik heb nog geen beet gehad. Dus
niet zijn best. Wat wil je? Daar waar die meerkoet nu zwemt. Hoppa. Je bent lekker bezig. Ga goed. Nou, we werden net al weggestuurd. We stonden hier dus net aan de overkant. En je mag hier wel gewoon vissen. Maar je mag dus blijkbaar niet op de steigers lopen. En dan moet ik ook wel zeggen dat wij gewoon langs een soort verbodsbordje zijn gelopen. Er stond een bordje met verboden elkaar te passeren met corona, bla bla bla. Maar er stond dus ook verboden toegang. Je mag dus hier niet op de steigers lopen als je hier komt. Dit is de haven Spakenburg. Maar dan kan je problemen krijgen. Dan kunnen ze wel eens heel link worden. Ja. Dan kan het wel eens helemaal uit de hand lopen. Precies. Dus nou ja, hier zo heb je een mooie stenen kade. Dan kan je ook gewoon overal vissen. Eigenlijk zit het gewoon veel beter. Dan waren wij gewoon lui. Ik heb toch iets met die steigers, tussen de bootjes. Ja, maar ja. Uiteindelijk maakt het niet uit. Weet je wat vaak is in dit soort havens? Er zijn bijmomenten. Vissen dan 's ochtends even aan. Nu het beste moment van de dag, nu gaan ze even aan. Jongens vingen net 20, 30 minuutjes geleden hem 1,7 meter. Grote vis, die willen wij ook. Het is de beurt aan ons. We hebben 6 hengels. We hebben zo'n mooie spreiding. Nou, dan vissen we dit zo even af. Op deze manier zo. En dan zo meteen gaan we hier even het hoekje om. Vissen we daar nog even met 6 hengels. En dan is het donker. Hopen dat die hengel, dat die dobber nog even ondergaat. Heb jij nog tips voor de mensen en de kids thuis die ook dit willen doen? Wat moet je meenemen? Altijd. Wat is belangrijk? Een lange tang. Lange tang, hè? Lange. Dat is wel het belangrijkste, denk ik. Dat je altijd het haakje eruit krijgt met die snoek. Meetlint. Meetlint, ja. Om ouders te vertellen van ik heb een snoek gevangen. Van, fotocamera's kan je natuurlijk niet bewijzen. Ja. Vast stokkie om zelf je vorens te vangen. Dat is ook heel belangrijk. Nou, hey, mijn dobber is niet onder. Ik dacht dat die onder was. Maar de tip is, ja, tip van mij tip is gewoon... Van een meneer vanmiddag, die zei van, nou ja, goed peilen, vlokvoer mee, een beetje mais. Dan vermijd je dus die kleine vorentjes en baarsjes. Een verse aasvis, subtiel doodmaken, zorgen dat die niet verminkt wordt. Ja, zorg dat die netjes blijft, niet te veel schubben eraf. Dat is altijd voor mij de tip. Hou je aasjes een beetje heel. Gooi hem niet een paar keer tegen een brug aan. Zorg dat hij echt netjes is. Dan. Toch meer vertrouwen in. Dan denk je snoek, wow, dit is gewoon echt. Henk, vang eens wat, jongen. Ja, het gaat moeizaam, hoor. Dat die twee vissen onder de brug niet moeten misslaan. Nee, dat is... Zonde. Dat heeft hem weer genekt vandaag. Hé, waar is Chris Maestro nou dan? Hey, Chris Maestro. Hoe is het nou? Ja, goed, man. Ja? Ja. Lekker hebben. Het is Mr. Shishamo himself. Mm-hmm. Niet aan mijn baard letten, hè. Er moet nog een beetje getrimd worden hier en daar. Dus een verbouwingsbaard. Maar je hebt wel een lekker glimmend belletje in, ja, hè? Ja, weet je, ik denk voor dit diepte interview... Hé, hey, maar jeetje, jouw haar, man. Net naar de kapper geweest, niet? Zeker. Nice. Nee, ze lopen er altijd bij. Oké. Okay. Ja. Hé, gaan we weer eens een keertje vissen? Ja, ik denk dat we dat wel even moeten doen, ja. Gaan we dan met mijn bootje? Ja, dat lijkt me vet, ja. Is goed. Gewoon geregeld. Ja. Lijkt me een top idee. Ik heb net gehoord dat ik volgende week mag ophalen. Het 21ste mag ophalen. Lekker. Lekker. Oh, ja, dat gaan we doen. Ja. We gaan nog even alles verkassen. We gaan nog even af. Moet je de haven hier achter even doen. Ja? Waar? Maar dit zei ik al. Iedereen. Dit is de hoerenstek. Nou, dat wou ik niet zeggen, maar de vrouw van Lichte Zee, de stek. Oké. Waar gaan we heen dan? Aan de andere kant. Oké. Hey, voor de 85ste keer gaan we verkassen vandaag. Het is taai hè vandaag. Alleen hier opdonder die vangsten. Dat is elke keer zo. En ik ben het spuug en spuug zat. En wat was er bij jou eigenlijk gebeurd toen je beet had? Hij liet los. Op mijn hengel. Op jouw hengel. Gun ik jullie vis, hè? Ja. Je moet het ook gewoon lekker zelf doen. Kijk, wij laten ons leiden door witvismaster Christian. Zeker. Jij gaat ons een plek geven, hè? Dan gaan we erin vangen, hè? Ik voel dat daar moet gebeuren. Oké, okay. Ja. Nou, gaan we daar gauw heen. 1 minute 37 seconds later. Nee. Nou, dit is echt bizar. Ja, binnen 1 seconde. Ik zie hem zo ondergaan. Ik wil aan dat het hier zou gebeuren, hoor. Hier, Maatski. Hier. Zat hij aan al? Ja, hij filmt al. Oh mijn god, meteen gewoon. Wat schept hij dat? Ja, ik ook. Hoppa. Die Chris is zo'n legend, jongen. Hij zegt, jongens, je zit hier verkeerd. We moeten even een klein stukje. Ja, zo'n dikke bak ook. Van een meterbak. Op. Gewoon een meterbak hoor. Hey, is dit die 1,5 dan? Het is gewoon een meterbak.
Nee joh. Hoe dan? Is het 50? Hij zegt gewoon maar daarin bij de bootje. Niet tegen het bootje, maar voor het bootje. Zo. Zo, dikke pak. Hey! Hij baalt joh. Hoppa, die is een meter. Je zei het nog, hè? We pakken die meter nog. Ja joh, pak hem nog even. Wat geen idee. Ik gooi hem in en binnen 1 seconde gaat hij onder. Ja, gewoon letterlijk. Zo dan. Maar ook gewoon precies op de plek waar ik zei. Ja. Oh my god, wat een bakker. Zeg maar wat moet zeggen. Ja, als je kan. Ja? Ja, je moet hem alleen niet schuin overhakken hoor. Je moet hem alleen, zeg maar, niet schuin optillen, recht omhoog. Ja, gewoon zo rijden. Oh. Ik heb bijna al een heel groot. Dikke bak dit, het is gewoon vis van 1-10 of zo. Hey Luc, dit is je PR, maat. Ja? Hoppatee! Ja, omhoog. Hoppa! Yes! Is niet goed. Ik heb net ontwaakt, man. Jezus, wat een bakbeest. Knetter, zee. Heel netjes dan. Hele dikke vis. Kom maar. Ja, kom maar een beetje hier. Holy fuck. Dank. Dit is een bak? Nee joh. Dit is een bak. Kanon. Ik heb meetlint bij. Ja, dat net is een meter, dus ik denk ja, dat ik heb... Chaos. Bijna half een meter. Christian, wat ben jij een legend zeg? Ja, stond ook op mijn shirt. Ja, I am legend. Wat een bakbeest, die Char, joh. En dat in Vlissingen gevangen. Kijk die buiken! Er zit wel een pentje op, hoor. Is het gelukt, Naan? Nee, zeker niet. Gaat dat met het lijn of niet? Gaat die vis even... Ja, maar eens even recht, zo. Even zo. Waar wil je hem hier, of... Kort staart. Ja, 1,11. 1,11 meter. Shit. 1,11 meter. Oké. Gedaan. Kijk dan. Wat een bakbeest, jongen. Lekker vereten. Lekker vereten, ja. Gaat wel terug. Woe. Kijk dan. Oh, heeft u het net gevangen? Ja. Oh, echt? Nee, oh. Deze heb ik bij de visboer gekocht. Die heb ik van huis meegenomen. Oh, oh. Zet hij helemaal op? Ja. Wat een bakbeest, jongens. 1 meter 11. Echt een dikke. Oh, kilo of 10. Gauw terug. Wat is dat voor... Snoek. 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 Kijk dan. Kijk die buik. Oh. Zo, 1 meter 11. Hoppa, lekker mannen. Lekker man. Gaat gauw terug. Ja, hij was toevallig in het dorp. Ja. 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 Weg. Lekker. Yes. Lekker man. Boys. Oh. Zo'n taaie dag, zo'n moeilijke dag. En dan komt de maestro, Chris Maestro, die komt even zeggen. Yo. Hé, hey, wat staat er ook al op je shirt? Legend sinds 1981. Nou, geen woord gelogen. Geen woord gelogen. Die gast zegt gewoon, ja, even voor het bootje. Echt waar. Hoe lang duurt dit? Ja, 10 tellen nog niet eens. Niet eens. Gooi hem in. Ik gooi hem in, dan ligt strak. En die boel begint zo, plop. Maar, boom, jongen. Hoppa. Geniaal. Ik ben echt helemaal in de snoekenhemel. Ik ben zo blij dat je gewoon... De hele dag staat te vissen, niet één keer beet heb. En dan het perfecte stekje krijgt van Christian. En als een dikke vis vangt. Nou, ja, kan niet mooier. Kan niet mooier afsluiten, toch? Zeker. Kan niet beter. Dan hebben we hier zo'n mooi... Ja, nog één grote vis. Ja, nog even één dikke. Ja, dan heb je hier zo... Een jongetje die dan... Dit viskoning, ja, ja. Die van alle drie de vissen deel heeft uitgemaakt. Ja, precies. Nee, maar zonder jou hadden we hem sowieso niet gevangen. Dat weet ik zeker. Maar dit had zo moeten zijn. Toch? Dit had zo moeten zijn. En weet je, volgende keer dan vang jij hem, joh, die dikke. Dan ben ik aan de beurt. Precies. Ja, we hebben nog even, toch? Ja, ik ga wel zo een beetje opruimen. Het wordt donker, snoeken worden wat passiever. Ja, je kan wel vis nog vangen in het donker, maar het is ook wel een beetje mooi geweest, joh. Kijk, mijn lampjes staan al aan. Het is wel leuk, hè, toch? Ja, het is wel mooi. Oké, leuk een keertje met je vriendin een dagje heen. Ga zij mooi shoppen. Kan jij lekker vissen? Kan ik vissen. Ja, precies, samen je broer. Hoppa. We gaan even lekker wat eten zo, hè? Ja, man.
Gyros denk ik dat we gaan doen. Gyros? Ja. Kijk, Daniel. Kijk. Oh, deze man vangt gewoon dikke voren. Hij denkt dat hij de snoep. Beet. Ja, ik denk... ik denk mooie laatste vis. Maar ik vind dit wel een mooie laatste vis. En jij hebt nu ook gelijk bewezen dat je goed kan vissen. Want dit is wel moeilijk. Iedereen zijn eigen formaat. Nou, dames en heren. Ik denk dat wij hem lekker gaan afronden hier zo. Ik heb heerlijk gevist. Het was lekker weer. We hebben niet heel veel gevangen, maar we hebben wel een paar hele mooie snoeken gezien. We hebben gewoon serieus vanochtend vis gevangen en daarna was het klaar. En dan nu op het geheime plekje, hè? Zeer geheim. Mooie muziek op de achtergrond. Wil jij nog wat toevoegen? Ja, ik heb een hele leuke dag op gehad. Mooi. Volgende keer van jou is maat. Volgende keer iets meer vis. Thijsie, bedankt. Goed gevist? Geen goed. Ja, hè? Nou, deze man, kom maar goed. Volgende keer, hè? Bedankt in ieder geval voor het kijken. Laat even een likeje achter als je het leuk vond. Abonneer je onder als je het niet hebt gedaan. En zie ik jullie graag aankomende woensdag weer om 7 uur bij een nieuwe video. En ik ga mijn best doen om weer echt consistent te uploaden. Maar ik had het gewoon mega druk gehad. Ik ben met wat projectjes bezig. Ik ben bijvoorbeeld gisteren geweest vissen met Sander in Maastricht en Roermond. Echt ons best gedaan. Niks gevangen. Ook weer verzonden. Gewoon zo'n dag weg. En ja, dat is ook een realiteit. En ik heb niet zo heel veel zin om voor jullie een video te uploaden waarin we niks vangen. Dus ja, ik ga weer lekker naar huis. Ik vind het mooi geweest. Mazzel.